En ook het coronavirus is gewoon de eindafrekening van jarenlange roofbouw. En de natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties. Als je kijkt naar de experts, dan zeggen ze dat vorig jaar ongeveer 13.000 à 15.000 mensen oversterft is door corona. Nou, andere experts die zetten daar weer vraagtekens bij, omdat het vooral in de oudere groep is, de, mensen met ouderdom. Maar ieder jaar overlijden er in Nederland. 45.000 mensen aan tumoren, aan kanker. 37.000 mensen overlijden ook dit jaar weer aan hart- en vaatziekten. 53.500 mensen krijgen dit jaar ook weer de diagnose diabetes type 2. Dus als je het hebt, die mensen die al jarenlang metabol ongezond zijn, door allerlei politieke en maatschappelijke, maar ook oorzaken. Uh, een heel systeem, allerlei industrieën die onze instincten. Kapen en vermarkten, waardoor we continu geconfronteerd worden met zoet- en zout-ongezond voedsel, bewerkt voedsel. Geconfronteerd worden met comfort, waardoor we veel te veel zitten, op ons gat zitten en dat zorgt voor afbraak van onze spierrekening. En ook continu worden we gebombardeerd door prikkels, door de entertainment-industrie, door de high-tech-industrie, eh, waardoor we eigenlijk chronische stress ervaren en ook niet aan. Uh, nou, echt diepe ontspanning en herstel en opbouw aan genezing uh, toekomen. Dus het is echt niet een individueel probleem. Het is een wereldwijd maatschappelijk-politiek probleem. Daarom moeten we met z'n allen bruggen bouwen. Moeten we in gesprek blijven gaan. Moeten we ook het vizier openhouden. En niet veroordelen. We dienen allemaal een hoger goed. En het is echt mijn missie om de aarde vitaler en beter aan de volgende generatie door te geven. Hè? Aan mijn twee zoons ook. Nou, deze groep heeft een verlaagd risicoprofiel. Als je nu hier. In dat verhoogd risicoprofiel bent. Ga dan zorgen voor een veel betere leefstijl. Ga uiteindelijk meer groente eten. Ga minder vaak eten. Ga meer bewegen. Ga dieper ontspannen. Uiteindelijk meer slapen. Zorg voor een levensdoel. Zingeving hè, is de fundering van een gezond leven. Een gezonde leefstijl zorgt voor energie, voor brandstof. Maar het moet wel in de juiste motor. En dat is een levensdoel. Zingeving. Datgene waar je energie van krijgt. Waar je passie van krijgt. Waar je blij van wordt. En dan kan je alsnog de gevoeligheid voor insuline, voor leptine, voor het cortisol, die receptoren van die hormonen, kan je gevoeliger maken. Je kan deze stoffen aanvullen met een gezond, natuurlijk, onbewerkt voedingspatroon, maar ook met de juiste supplementen voor een optimale dosering. En dan kan je ook veel meer de stap gaan maken naar het laag risicoprofiel. Want heel zwart-wit, je ziet natuurlijk dat nou, hier eigenlijk 99. Nou, je kan nooit zeggen 100, maar 99% uit deze kant komt. En uit deze kant is het eigenlijk nou, maximaal 1%, 1%. Je kan nooit zeggen van het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Maar als je aan deze kant zit, dan is het coronavirus helemaal geen probleem. Maar heel veel mensen in de maatschappij, het overgrote deel, ik noem het al ruim 10 miljoen mensen hebben chronische aandoening, chronische ziekte. 8,2 miljoen mensen hebben overgewicht. Nou, ruim 1 miljoen mensen hebben diabetes type 2. Waar dit jaar dus weer 53.500 bij komen. Vandaag krijgen we weer 147 mensen te horen, U heeft diabetes type 2. En dat is het gevolg van onnatuurlijk leven. Door een maatschappij en een samenleving die ons continu de verkeerde kant optrekt. Dus laten we ervoor zorgen dat we als mens en als soort weerbaarder worden. Dat we de aarde weerbaarder maken. Dat we ons lichaam weerbaarder maken. Dat we gaan inzetten op de juiste leefstijl, op de juiste supplementen. Want het vaccin, ook voor het coronavirus, wat blijft muteren, is uiteindelijk niet. De heilige gaan. Het coronavirus zal mogelijk onder ons blijven, het zal blijven muteren. En met de huidige roofbouw gaan er aankomende jaren nieuwe pandemieën komen. En dan is het weer de vraag: zijn we er dan klaar voor? Hebben we dan een juiste immuunrespons? En daar moeten we met z'n allen, ook vooral politiek, maatschappelijk, vanuit de gezondheidszorg, op in gaan zetten, zodat we steeds weerbaarder worden van binnenuit, hè? zodat we in staat zijn. Om het immuunsysteem om gewoon die virussen he, vanzelf onschadelijk te maken, op te lossen. Want dat is wel zoals het hoort. En wat we, die kans kunnen we enorm vergroten door ervoor te zorgen dat we metabol gezond zijn. En dat we de juiste status aan die micronutriënten in ons bloed en in iedere cel hebben. Dus samenvattend. Heel veel mensen hebben nu problemen en zijn ook al de hoge risicogroep, omdat die een proces hebben, nou, wat ik net benoemd heb, van verzwakte immuunrespons. En dat heet meta Flammatie. Dus inflammation is ontsteking, is het immuunsysteem. Het metabolisme is de stofwisseling. Maar de stofwisseling is nauw verbonden met het immuunsysteem. Als je ervoor gaat zorgen dat je metabool gezonder wordt door middel van de oerdriehoek. driehoek sterk is de O van ontspanning, de E van eten, de R van regelmatige beweging. Dan ga je positief inspelen op de gevoeligheid van deze drie hormonen. Insuline, leptine en het cortisol. Als je de juiste voedingsstoffen in je bloed en in je cellen gaat krijgen door veel gezonder te gaan leven of gezonder te gaan eten en het aan te vullen met de juiste supplementen, dan zorg je ervoor dat je die metaflammatie gaat remmen, gaat blussen, tot rust brengt, dat je stofwisseling in balans komt, dat je inflammatie geremd wordt afneemt en oplost, waardoor je eigenlijk de stap maakt naar metabole gezondheid, naar een optimale staat van deze micronutriënten en ook de stap maakt van een hoog risicoprofiel. En naar het laag risicoprofiel. Want het is best een paradox dat als we ons nu met een lockdown alleen maar gaan terugtrekken en wachten op het vaccin, wat dus niet de heilige graal is, en we blijven de hele dag op ons gat zitten op onze bank, ook s'avonds met een avondklok. En we blijven lekker naar het tv-scherm kijken en ongezonde dingen eten. Chips, pinda's, een wijntje en kaasje. Uh, dat we uiteindelijk veel meer in de problemen gaan komen met onze metabolische gezondheid. Dat we uiteindelijk steeds meer onze cellen en onze systemen uitgehongerd raken. Het immuunsysteem ook niet de juiste stoffen heeft. En dan verzwakt de immuunrespons alleen nog maar zwakker wordt. En dat we als ooit de lockdown weer opgeheven gaat worden, uh, nou, eigenlijk veel zwakker zijn dan dat we nu al zijn. Dus laten we gaan inzetten op weerbaarheid. Laten we gaan inzetten op een gezonde leefstijl. Op de juiste supplementen. En laten we uiteindelijk die laag risicoprofielgroep veel groter gaan maken. En die hoog risicoprofielgroep met z'n allen, met nogmaals allerlei maatschappelijke factoren. En die chronische stressvormen kunnen uit alle domeinen van het leven komen. normaal fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, seksueel, financieel en spiritueel. En in al die zeven gebieden kan chronische stress kan leiden tot ontsporingen in de stofwisseling in het immuunsysteem. Uiteindelijk moet je altijd de oorzaak van de oorzaak aan gaan pakken. Maar laten we daar maatschappelijk veel meer op in gaan zetten. Want dan, ja, vindt er een echte revolutie plaats. Ik noem dat het gezondheidsvirus, wat ik trouwens al jaren zo noem. Daar heeft de maatschappij in de hele wereld meer behoefte aan dan ooit. En ik zal er alles aan doen, met hoe sterk, op mijn eigen vierkante meter, om jou te blijven informeren en te, jou te blijven inspireren. Om metabool gezonder te worden, om ervoor te zorgen dat in jouw bloed, in jouw systeem, in jouw cellen, de juiste micronutriënten optimaal aanwezig zijn. Zodat je hormonen, zodat je zenuwstelsels, zodat je darm, zodat je immuunsysteem ook datgene voor jou kan blijven doen om je gezond, vitaal en in balans te houden. Want die systemen. Kunnen pas goed voor jou werken en blijven werken als ze datgene krijgen wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. En dat zijn deze stoffen, die belangrijke micronutriënten, vitamine D3, vitamine K2, omega 3, magnesium, uh, jodium, selenium, zink. Maar ook vitamine B12, nogmaals voor vierkante en vegetariërs. Maar ook veel mensen die ouder worden hebben meer behoefte aan vitamine B12. Laten we het lichaam de juiste stoffen geven. Laten we met onze leefstijl ervoor zorgen dat de gevoeligheid voor die belangrijke hormonen goed blijft dat we niet resistent ongevoelig worden voor insuline, leptine en cortisol. Want dat is een beetje de rode loper, de rode draad onder alle westerse welvaartsziektes. En dan maken we de stap naar metabolische gezondheid naar een optimale staat en dan worden we letterlijk oersterk. En dan komen we uit deze Twee cirkels en zeker ook vanuit de oerzwakgroep wat de hoogste kans heeft om op de IC te belanden en deze groep de kleinste kans. Laten we veel meer gaan switchen die kant op. Nou helaas is er geen maatschappelijk levensstijlcentrum. Krijgen we deze informatie veel te weinig. In mijn optiek ook van Mark en Hugo. Maar nogmaals, ik zal er met mijn team vanuit hoe sterk alles aan blijven doen om jou iedere dag weer een stukje sterker en vitaler te maken. Tot zover, investeer ook vandaag in je metabolische gezondheid, in de optimale voedingsstatus en word oersterk.